Maar het is nog vroeg. Dag vrienden van Siroop, vandaag gaat er iets leuks gebeuren, ben ik vrij zeker van. Het is nu 7:30 en binnen een half uur, dus om 8:00, zetten ze blijkbaar een mini voor mijn deur. Die mag ik één dag hebben. Ze geven mij dus een plek om naartoe te rijden. Blijkbaar naar de ideale werkomgeving, de ideale werkplek. Ik ben wel zeer benieuwd om vandaag eens ergens anders te werken dan in deze bureau. Ik hou van deze bureau hoor, begrijp me niet verkeerd. Hopelijk past het allemaal in de mini. Ik heb nog een plekje recht voor de deur, waar ze de mini mogen zetten. Ah, de mini is toegekomen. Het is een witte. Het is zover. Goedemorgen. Goedemorgen. Aangenaam. Hey. Hallo. Goedemorgen. Blijkbaar staat er daar ook nog een mini. En ik mag kiezen. Ik heb gekozen voor de 4x4. Welke kleur is dat bruinachtig? Chestnut. Chestnut? Chestnut. Dat is de officiële kleur. Ik heb geen sleutels nodig om te starten. Nee, het start gewoon vanzelf. Oh, ik heb er zin in. We are gonna be. Ik ben echt 2 minuten aan het rijden en ik zit echt vast in de file. 2 minuten, hier heb ik nog maar genoten van deze auto. Goedemorgen Tom. Goedemorgen. Kom erbij. Kom erbij. Het is ondertussen 22:30. Samir is erbij gekomen. Hallo. Hallo. En het is nog altijd file. En we zijn nog lang niet op onze bestemming. Waar zitten we hier Tom? Geen idee. Geen idee. We zitten in Polaren. Wat is dat? Polaren. What the fuck? Polaren. Okay. Ik heb nog nooit van gehoord. Polaren. Oh. Daar moeten we zijn. Dus dit zou de ideale werkplek zijn. Hey, man, daar mag je door. Oh, ziet dat? Dat daar? Op die berg? Is dat een chaletje? Ik denk het wel. Zou dat daar zijn? Spannend, hè? Waar zou het zijn? Daar. Oh, daar is het. Oh, daar staan dingen in de hof. Is dat daar nu zijn? Ja, dat, het is dat. Het is oh daar. My god, dat meen je niet. Maar dat is gewoon in een wei. Zie, dat heeft een wei ding. Allee, we zijn niet zeker dat het eigenlijk dit is. Want ik heb een sleutel meegekregen. En we gaan eens testen of dat daarop past. Hè. Ik hoop het. Ja, ik hoop het ook. Ziet dat zicht, jong. Amai, het uitzicht telt wel. Waar is die sleutel zoek? De sleutel. Spannend. Ja. Het werkt. Check als gezicht. Check als zicht. Wow. Daar kunnen we schoon een PlayStation. Oh, een Twix. We hebben een Twix. Welkom in de mini out of office workplace. Begin alvast met de verwarming op te zetten. Oké. Okay. Werk de hele dag in alle rust op deze werkelijk unieke plek. Dat is mijn bureau. De koelkast is er voor jou. Trek ze gerust open en geniet van een drankje en een snackje. No extra charge uiteraard. Oké. Okay. Nice. Dude! Oh my nice. God! Alright! Office of the day. Amai, dit is zo mooi. Oh. Ik ga vandaag naar de video dat ik gisteren heb opgenomen afwerken. Die ga ik zometeen online smijten. Samir heeft zijn PlayStation mee, maar we hebben een klein probleem. Het is een vrij groot probleem. Ja, we hebben geen scherm dat we erop kunnen aansluiten. Dus we gaan nu naar de winkel. Met de nieuwe auto. Ja. Alright, let nieuw. Het is een hele leuke mini hoor, maar soms... Toch wel missen eigenlijk.
Ja, ik ook. Eén dag is te weinig. Ja, één dag is echt te weinig. Eer dat we goed gesetteld waren. En we hadden ook wat pech met dat verkeer vanmorgen. Amai, zo rustig hier ook. Allee, die kan toch. Ja. Je hoort de vogeltjes fluiten. Wat? En volgens mij kun je hier echt wel een sterrenhemel zien. Zo. S'nachts, zonder wolken natuurlijk. Ja, dat is jammer dat er wolken zijn. Ja. Op een klare dag moet ik eens terugkomen. Volgende keer moet ik wifi meenemen. Hier zo'n frisbeeën. Oh! En het, door dat hij een berg af had, blijven lopen die de frisbee blijft gaan. We gaan eens naar binnen, hè. Ja. Oeh. Ik ga hierop nog een foto trekken. Amai, jong. Huh? Maar dat komt uit een auto. Shazam! Wat?